We stappen even uit de politiek naar een mooi initiatief uit de samenleving. Stel je nou eens voor, je deelt een auto met de buren. Dat vergt al op zich een goede afstemming van agenda's. Hoe moet dat dan zijn als je 4 auto's deelt met maar liefst 50 buurtgenoten? Dat doen de inwoners van de Haagse wijk Bezuidenhout. Het is zo'n 2,5 jaar geleden bedacht, helemaal uitgedacht, die dingen zijn aangeschaft. En nu is het helemaal in werking en blijkt het een groot succes. Ook al moeten die 48 buren tegelijkertijd naar school of naar werk, of ja, laten ze de fiets met het weer van de afgelopen dagen liever staan. Volgens penningmeester en wijkbewoner Danny van der Vaart is dat helemaal geen probleem. Het is gewoon superleuk om met elkaar bezig te zijn in de wijk en uiteindelijk op deze manier via delen van auto's met elkaar iets duurzaams te bereiken. Het is wel een hoop geregel. Ja, maar ja, dat heb je ook weer voor elkaar over. Een heel leuk voorbeeld. Iemand moet een keer een fiets meenemen en stuurt in de groepsapp of iemand nog toevallig een fietsendrager heeft. En nou ja, op die manier help je elkaar ook weer verder. Het leuke van dit initiatief vind ik dat we het echt zelf doen. We hebben een coöperatie opgericht, we bepalen zelf de prijzen, we regelen het onderhoud zelf. Is een auto vies, moet hij een keer door een wasstraat? Nou, rijm zelf door de wasstraat heen en uiteindelijk regelen we met elkaar dat het ook allemaal betaald wordt. Uiteindelijk is het daardoor ook wel goedkoper, want er zit niemand tussen die geld moet verdienen aan dit initiatief. We doen het echt met elkaar. Ja, u woont natuurlijk ook in de buurt. Zou dat nou iets voor ik u zijn? Ik woon op Noorderhout. Ja, maar zou het iets voor u zijn om met, nou ja, wat is het, bijna 50 buren een auto te delen? Nou ja, ik rijd in die 15 jaar oude Saab, dus die staat wel langs wat op opvallen. Dus die heeft u nog steeds? Maar, die heb ik nog steeds. Maar ja. Ik zei net ook, als je dit nou ziet, wat we toch een geweldig leuk land. Wat nou weer mensen dat met elkaar organiseren. Een gaaf landje. Een gaaf land. En dat doet mensen, die organiseren dat zelf, wachten niet op de overheid. Wat gaat de staat doen? Nee, die pakken met de buurt het initiatief en organiseren. Maar eerlijk, hoe vaak rijdt u zelf daar eigenlijk nog auto? Toch bijna ieder weekend, in ieder geval. Op zaterdag van een paar vaste ritjes. En dat is het ook grotendeels. En in de vakantie.